Hallo allemaal, we staan hier op perceel in Laren, Gelderland, op het etalageveld, zoals we zien hiernaast. En we gaan in deze vlog eventjes kijken hoe de opkomst is van deze mais en welk stadium hij staat. Ik neem jullie mee. Zo bekijken we het bladstadium. Kiemblad, blad 1, blad 2 en blad 3. Daarnaast is het best koud geweest begin mei, plaatselijk eventueel gevroren tot 6 graden. Dit kan invloed hebben op de opkomst van de mais. Ook na opkomst kan er een schadebeeld ontstaan door nachtvorsten. Dit zien we ook terug op dit perceel. Dit is een typische schadebeeld van nachtvorst. Na enkele dagen zullen de bladeren bruin verkleuren. Echter, het groeipunt is nog goed, dus dan zullen we nieuwe bladeren ontwikkelen. Hoe bekijk je het beste je opkomst van de mais? Kijk eerst of er een regelmatige opkomst is. Is er geen tweewassigheid bijvoorbeeld te zien? Daarnaast kijk je naar het opkomstpercentage. Dit doe je als volgt. Je meet 13,3 meter uit en gaat vervolgens de planten tellen over deze afstand. Bekijk ook wat uiteindelijk er is gezaaid. Op basis daarvan kun je uitrekenen wat je opkomstpercentage is. In dit geval is het perfect. Ik telde 92 planten, dus dat betekent dat als we dat vermenigvuldigen met 1000, dat we op 92.000 planten per hectare uitkomen. Van de 95.000 die zijn gezaaid is dat een hele mooie opkomst, dus wat dat betreft is dat prima. Is jouw standdichtheid te laag, dan moet je eventueel over- of bijzaaien. Doe dit pas bij een lager plantaantal dan 55.000 per hectare. Daarnaast geniet overzaaien de voorkeur voor bijzaaien. Ga je toch bijzaaien, doe dit dan zo vroeg mogelijk in het seizoen. Dan kan de bijgezaaide mais de achterstand nog inlopen. Mais heeft een behoorlijk compenserend vermogen. Een 30% lagere veldopkomst betekent geen 30% lagere opbrengst. In dit geval maar 8%. Dat was het voor deze keer. Ik zal zeggen, tot snel!